Welkom bij een aandachtskunde-podcast over het onderwerp water, 4TL, nieuwe examenstof voor het examen in 2015. En dit is hoofdstuk 1, paragraaf 2, waar we gaan kijken naar verschillende watergebruikers. Voor alle andere methodes naast wereldwijs kun je dit ook gebruiken als voorbereiding voor tentamens en examens, want het is dezelfde stof. We gaan behandelen de functies van water, hoe het in huis wordt gebruikt, hoe het in de industrie wordt gebruikt en hoe men in de landbouw met water omgaat. Welke functies heeft het water? Dat gaan we dus als eerste behandelen, waar we kijken naar drie functies. Drinkwater. Nederland heeft het beste drinkwater van de wereld. En dat is niet zomaar, maar daar komen we later in het hoofdstuk komen daarop terug. Naast het drinken van dit water gebruiken wij dit ook voor andere doeleinden, zoals wc doorspoelen, auto's wassen, tuin sproeien. En dat je realiseert dat het beste drinkwater ter wereld gewoon door onze wc's lopen. Dat in sommige delen van de wereld het schoonste drinkwater wat ze kunnen krijgen, viezer is dan wat wij in de wc hebben liggen. Irrigatiewater is een tweede functie naar drinkwater. En irrigatiewater is water wat je gebruikt om de bodem vochtig te maken, als het niet vochtig genoeg is uit zichzelf. Dus heel veel mensen in de landbouw gebruiken dit. In tijden van droogte besproeien het land en dat noemt men irrigatiewater. Het gebruik in kassen van water verstaan we hier ook onder. Zoals deze installatie laat zien. Vervolgens hebben we industrieel water gebruikt, dat is de derde functie. En heel vaak wordt dat proceswater genoemd omdat het onderdeel is van een proces. En dat kan te maken hebben met het koelen van elementen, zoals koelcentrales, maar ook als je gaat kijken naar bijvoorbeeld dat je ijzer gaat branden, dat je dat nodig hebt om het ijzer af te koelen. Een Nederlander verbruikt per dag zo'n 120 liter water. Ga even bij jezelf na. Dat moet ongeveer hierin zitten. Voedselbereiding, koffie, thee, water. Overige keukendingen, afwassen, kledingwas, toilet, bad, douche, wastafel en misschien nog wel veel meer. En de verhouding is ongeveer zo dat bad, douche en wastafel, dat dat meeste water aan verloren gaat. Dat je realiseert dat een minuutje douchen, dat bijna 8-9 liter is bij sommige douchen. Dus dat is best wel veel. En een keer de wc doortrekken hangt ook van de wc af, maar is 6 tot 12, 13 liter. Nou, de laatste 20 jaar is het watergebruik niet toegenomen, terwijl eigenlijk de regel is als men welvarender wordt, wordt er meer water verbruikt, maar men is zo welvarend dat door middelen zoals een wasmachine, die nu veel minder water verbruikt dan dat hij bijvoorbeeld 20 jaar geleden deed. En ook is een vaatwasser die minder water gebruikt, douchekoppen die besparend zijn. Kortom, luxe neemt wel toe, maar apparaten zorgen ervoor dat het niet toeneemt qua watergebruik. Wie gebruikt er meer? Nou, misschien wel leuk om te weten. Als we gaan kijken naar rijke huishoudens, kleine huishoudens en vrouwen, dan zie je gewoon dat rijke huishoudens minder water verbruikt. Ongeveer zo'n 36 liter. En dat heeft puur met de faciliteiten die men kan aanschaffen. Dus een duurdere wasmachine die goedkoper is, een vaatwasser die goedkoper is, betere douchekop. Men is ook vaak, maar niet altijd, beter op de hoogte van het gebruik van water. Dus daardoor verbruikt men minder. Dan, bij een gezin kun je de vaatwasser delen, de wasmachine delen. Dus als je de vaatwasser laat lopen voor 2 personen of je laat hem lopen voor 4 personen, dat is voor 4 personen natuurlijk gunstiger voor waterverbruik. En vrouwen gebruiken gemiddeld 5 liter meer dan mannen, wat jullie waarschijnlijk niet zullen verbazen. Ik heb het over vaker en langer douchen en
Bij het schoonmaken van het gezicht met make-up enzovoort wordt gewoon veel meer water verbruikt dan bij de man. Al zijn er gewoon ook mannen die gewoon rustig een half uur onder de douche kunnen staan. En wat erbij komt, vrouwen gaan gewoon vaker naar het toilet, hebben door de dag vaak dat ze vaker moeten, dus dat levert gewoon meer waterverbruik als je denkt dat er 6, 7 liter per keer er doorheen stroomt. Wie zijn nou de grootgebruikers? Metaalindustrie, olieindustrie en chemische industrie, dus die gebruiken heel veel. Wat ik heb, koelwater, als je iets gaat slijpen of iets gaat lezen, daar is koelwater voor nodig. Om olie te raffineren en te gebruiken, gebruikt men ook heel veel water. En voor alle andere chemische producten, om het zij toevoegen of om te gebruiken, dat die fabriek gewoon afkoelt. Nou, je hebt hoeveelheid water wat gebruikt wordt in de landbouw, dat wordt bepaald door de neerslag. Net al verteld, als er veel neerslag is, heb je weinig irrigatie. En is er weinig neerslag, heb je veel irrigatie. Nou, vroeger gebruikte men de sproeier. Dan zette men de sproeier aan en daardoor werd het nat op het land. Alleen, dit is niet heel erg milieubewust. Want je ziet dat de sproeiers gaan door de lucht. En als het een warme dag is, dan verdampt al een groot gedeelte voordat het eenmaal de grond heeft bereikt. Tegenwoordig is dat druppelirrigatie, waarbij ze de leiding al in de grond hebben liggen. En dat beetje bij beetje het water wordt losgelaten, zodat de grond van onderen warm wordt. Er wordt dus niet te veel verbruikt. Er wordt weinig water wat verdampt, wat overbodig is. Dus dat is veel zuiniger. Nou, terugkomend op wat zijn de verschillende functies van water, zie je dus dat het zowel in de industrie, in de landbouw, voor drinkwater wordt gebruikt. In het huis dat er 120 liter wordt verbruikt en voornamelijk aan wassen en aan douchen en aan de wasmachine. De industrie gebruikt het vaak voor koelwater en de landbouw gebruikt het voor de planten. En dat is afhankelijk van of het warm of koud is of dat het veel regent. Dit was paragraaf 1.2, verschillende watergebruikers van het onderwerp water. Abonneer je op mijn YouTube kanaal, zodat je ook op de hoogte blijft van alle andere podcasts van dit onderwerp, maar ook van alle andere examenonderwerpen. En daar wil ik je succes wensen bij het leren.